Wij gaan even praten met de bondsvoorzitter bij AZ, de heer Lloyd Pool, want hun beraad hebben ze opgevoerd en we willen precies weten wat hij daarmee bedoelt. Voorzitter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we praten over, ik val meteen met de deur in huis hoor, en dan neemt u me niet kwalijk. U praat over een opgevoerde beraad. Wat moet de samenleving daaronder verstaan? Daaronder moet de samenleving verstaan dat vanaf vandaag het personeel van het academisch ziekenhuis tegen 11 uur in beraad is. Houdt dat in dat er na 11 uur niet meer gewerkt wordt? Er wordt minimaal gewerkt. Er zijn bepaalde afdelingen welke geen dispensatie hebben, want wij hebben wel dispensatie verleend aan diverse afdelingen, gedeeltelijk als ook algeheel op bepaalde afdelingen. Maar er zijn ook andere afdelingen die geen dispensatie hebben. Ja, welke afdelingen hebben geen dispensatie? Ik kan bijvoorbeeld noemen de police, mm-hmm. De crash, die hebben geen dispensatie. Wat is eigenlijk het probleem, heer Pool? Het probleem is eigenlijk bekend, maar dat zal u het even wel voorhouden. Mm-hmm. Het is de gemeenschap bekend dat het personeel van het academisch ziekenhuis op het punt stond om op 1 april naar de beleidsmakers te gaan om te vragen naar duidelijkheid over de loonreeks. De loonreeks van het AZP waarmee wij bezig zijn. Men geeft namelijk constant aan dat men bereid is. Maar niemand legt iets vast en niemand kan je ook zeggen wanneer. De directie heeft ons altijd aangegeven dat het probleem met de loonreeks te maken heeft met de lichtdagtarieven. Die eigenlijk te min waren of zijn om de loonreeks te kunnen uitbetalen. Zij heeft mij op donderdag in de avonduren gecontact en het verzoek gedaan om haar de gelegenheid te geven om te onderhandelen. Omdat zij de dag 1 april waarop wij eigenlijk over straat zouden gaan om onze zaken op te komen. Dat zij dan een spoedvergadering zou hebben met de minister van Financiën onder andere, om te praten over de lichtdagtarieven. Dus heeft zij mij aangegeven dat er vanuit de lichtdagtarieven dan duidelijkheid komt, want die dag zou men uitputtend vergaderen totdat er een positieve resultaat eruit is gekomen. Mm-hmm. De financiën zouden dan vrij moeten komen, zodat het personeel duidelijkheid zou krijgen in wanneer de loonreeks uitbetaald zou kunnen worden en dat het uitbetaald mag worden door de directie, om het zo te noemen. Ja. Wij hebben de directie de gelegenheid gegeven, het personeel heeft daarmee ingestemd. Wat zij ook had aangegeven is dat er ook is afgesproken dat de 17% zogenaamde 17% loonsverhoging welke de overige landsdienaren hebben gekregen, dat wij dat ook zouden krijgen, dat zou dan dienen als een tijdelijke stap. Dus als er was afgesproken bijvoorbeeld dat de loonreeks in juni komt officieel, dat wij wel in die tussentijd zouden ontvangen naar de 17%. Wij hebben de directie de gelegenheid gegeven. Die dag is er niet uit de bus gekomen. We hebben er toch nog de gelegenheid gegeven. Ze heeft mij de maandag daarop gebeld om nog wat tijd te vragen en dat hebben we gegeven. Maar als wij uiteindelijk met de directie vergaderen de woensdag daarop, dat is vorige week woensdag, dan blijkt dat alleen ten aanzien van de tussentijdse stap, dat is de 17%, er een duidelijke afspraak is gemaakt. Maar ten aanzien van de loonreeks waarover het personeel in feite in beraad is, daarover zijn er geen officiële toezeggingen gedaan, dus de situatie is hetzelfde gebleven. Geen positieve resultaten. U begrijpt, als je zo lang de gelegenheid hebt gegeven, dat het personeel dan ontevreden gaat worden. De minister, dat direct aangeven, heeft in de media aangegeven dat er 34% verhoging is gegeven van de lichtdagtarieven aan de ziekenhuizen. En dat de ziekenhuizen dus de loonaanpassingen kunnen bespreken met de bonden, zodat het personeel beter kan verdienen. Maar als wij uiteindelijk met de directie gaan vergaderen, dan blijkt dat de 34% nog niet toereikend is. Terwijl vanuit het bericht van de minister de personeelsleden al dachten van we stoppen het beraad, want er is een goed resultaat. Dus dat is de situatie nu.
Ja, maar hoe verder, heer Polo? Want dat van de lichtdagtarieven die is nog niet echt doorgevoerd. Dus de nieuwe loonreeks kan nog niet worden uitbetaald. Hoe verder? Dus kijkt u, wij zeggen niet, betaal ons nu op dit moment direct die nieuwe loonreeks. Wij zeggen, laten we een tijdslijn afspreken. Met die verstande, twee dingen moeten gebeuren. Eén, geef precies aan, dan noem ik een voorbeeld. Eind juni kan je ontvangen volgens je nieuwe loonreeks, want we zijn nog bezig. Twee, leg het vast voor de directie dat het AZP zijn eigen loonreeks mag hanteren. En daar hebben we geen problemen. Moet ik daaruit concluderen dat AZP, zeg maar... Oh nee, laat me die vraag anders stellen. Welke loonreeks hanteert AZP op dit moment? Formeel, dat is formeel, is er een fiso loonreeks in het AZP. Okay. Maar door de jaren heen, dat is al jaren zo, mm-hmm. is er een situatie ontstaan, eigenlijk een dualistische situatie, waarbij andere mensen buiten het fiso systeem ontvangen. Oké. Okay. En nu zegt de bond van nee, dat willen we niet hebben. We willen dat iedereen conform één loonreeks ontvangt. Dat is wat de bond niet zegt. U weet, het brengt heel veel ontevredenheid met zich mee. Ja. En er is ook heel veel onduidelijkheid, toch? Mm-hmm. Hoe wordt je loon berekend? Al dat soort dingen spelen een rol. Maar niet alleen de bond, ook de directie staat achter die loonreeks. Mm-hmm. Want er is intensief overleg gevoerd, niet van een jaar, van zeker 3 jaren, tussen bond en directie om te komen tot een compromis voor de loonreeks welke aan de minister is voorgesteld. Toch? Ook de RVC van het academisch ziekenhuis staat erachter. En ik mag u zeggen, wij hebben onderhandeld met de clusterministers. En zij hebben ook aangegeven dat zij erachter staan. Dus het enige dat ons nou tegenhoudt is dat men het moet formaliseren. Het moet vastgelegd worden en de directie moet toestemming krijgen dat zij het mag uitvoeren. Dus eigenlijk, als ik goed naar u heb geluisterd en u zult me corrigeren als dat niet het geval is, ligt de bal niet meer op het speelhelft van de directie, maar meer op het speelhelft van de regering. Eigenlijk op de speelhelft van de regering. Waarom? De directie moet toestemming krijgen, toch? Je kan niet zomaar iets uitvoeren. Ja. Toch? De directie, vaak zien we het anders, maar de directeur is ook werknemer. Hmm. Aandeelhouder, de enige aandeelhouder van het ziekenhuis, want het is een landsbedrijf, is de regering. En het is de regering die een besluit moet nemen over het geheel, toch? Ja. Dus zij moeten dan vastleggen voor de directie, zoals het is vastgelegd voor andere groepen, van ja, u mag volgens uw loonreeks uitbetalen. Oké. Okay. Laten we ervan uitgaan dat er nog geen clearance komt, heer Paul. Hoe lang zal deze opgevoerde beraad duren? Dus wij hebben aangegeven dat we het tot maandag houden. En daarna zullen we verder kijken hoe we ermee doorgaan. Natuurlijk hopen wij dat de beleidsmakers eigenlijk de knoop doorhakken en gewoon aangeven dat het AZP zijn eigen loonreeks mag hanteren. Oké. Okay. Ik denk dat dat niet veel gevraagd is. Oké, okay. Nee, dan hebben we dat gehoord. Bedankt voor dit moment. En wij blijven deze situatie op de voet volgen. Alsjeblieft.